Joek, organisator van de Kennerimars in Zomeren, maakte bekend dat de Kennerimars in Zomeren vanaf 2018 een nieuwe route en nieuwe starttijden heeft. En dat is nogal een ingreep. Davy van Otterdijk, marsleider van de Kennerimars. De tijden zijn veranderd. 8 uur hebben we al begrepen. S'avonds, andere tijden zijn ook veranderd? Ja, klopt. Tijden van rondje zomeren. Starttijd is ook veranderd. Ja, we wilden dus de rondje zomeren niet later binnen laten komen dan de wandelaars van de Kennerimars. Dus dan zou je automatisch ook 2 uur naar voren moeten. Dat is ook gedaan. We gaan om 6 uur starten, maar wandelaars hebben ook de mogelijkheid om 7 uur nog te starten. Dus we noemen dat een vliegende start van 6 tot 7 zondag. Waarom is dat? Omdat er een file is of zo? Nee, dat zal geen file zijn, maar 6 uur is voor veel mensen misschien toch nog wel vroeg. En veel wandelaars, ruim 95% van de wandelaars van rondje zomeren, loopt het rondje zomeren binnen 9 uur. En als ze om 7 uur beginnen, hebben ze ook 9 uur de tijd. Dus dan zouden ze moeten halen. De start van de rondje zomer stelde ook niet zo heel veel voor, hè? Zondagsmorgens. Ja, was iets minder druk. Dat is logisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen die zijn tot diep in de nacht vaak doorgegaan. En dan is 8 uur 's ochtends op zondag best wel vroeg. Mini-Kennerimars, ook veranderingen? Ja, gaat 1 uur naar voren. Dus in plaats van 1 uur om 12 uur starten. Namens de wandelaars of waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk meer om ons de mogelijkheid te geven om het allemaal beter op elkaar aan te laten sluiten. 2 uur naar voren voor de Kennerimars is, voor mini Kennerimars was niet echt ideaal. Maar we wilden wel de kinderen ook de tijd nog gunnen om de spelletjes te doen op het plein op zaterdagmiddag. En om dan toch ook nog genoeg tijd te hebben om het allemaal weer om te bouwen, klaar te maken voor de start van de Kennerimars, hebben we het op deze manier gedaan. Ik vond al tussen tijd tussen de mini Kennerimars en de Kennerimars vond ik altijd langer. Er waren meer van die verloren uurtjes. Ja, nee, dat klopt. Dat was best wel een groot gat en dat proberen we nou ook kleiner te maken. Dus, De route, dat vind ik wel rigoureus. We gaan van zomer meteen naar Assen. We slaan zomer helemaal over. We slaan zomer zeker niet over, maar op zaterdagavond is het inderdaad wel een behoorlijke verandering. Ja. Waar we eerst door Zomereid, Zomerheide liepen, gaan we nu inderdaad rechtstreeks richting Asten en daarna Deurne. Ja, dat klopt. Het is een grote verandering, maar zoals Geert eigenlijk ook al zei, de nieuwe dorpen die we aandoen, die hebben er lang om gevraagd en ja, die zijn nu aan de beurt. En misschien over een x aantal jaar is het weer anders en gaan we weer andere dorpen. Ook te maken met sfeer en met horeca of niet? Het heeft ook daarmee te maken. Ik denk dat Deurne en Helmond allebei zijn behoorlijk grote gemeentes. Zeker Helmond natuurlijk. En er is veel mogelijk. Mooie centrale pleinen waar leuke feestjes georganiseerd kunnen worden en hopelijk ook gaan worden. Ja, jullie gaan dwars door het dorp heen? Ja, klopt. We gaan zowel in Deurne als Helmond over de markt en het drukke centrum. Zeg maar. Daarna Brandenvoort. En dan, hoe ga je dan? Mierlo, nu ook Mierlo is het nu ook in de route, wel iets eerder. We zijn nu tussen ongeveer, ik geloof tussen 1 en 6 ongeveer in Mierlo, dus dat is wel in de nacht. Voor de feestgangers is dat wel leuk? Ik hoop van wel, ja. En dan Lierop? Ja, dus Mierlo en dan via het voortje naar Lierop. Daar zijn we dus ook zondagochtend vroeg. En vanuit daar via de Strabergse Heide en het Keelven weer terug naar Zomeren. En dan krijgen we gelukkig nog een lus, hè? Want Zomerij en Zomereind die horen erbij. Ja, precies. Ja. Dat was wel ook echt een voorwaarde. We wilden sowieso alle kerkdorpen erin hebben. En dat zal denk ik ook wel zo blijven. Maar inderdaad, dus de Hei en Zomereind niet meer op zaterdagavond, maar op zondagochtend en middag. En Heusden is geslachtofferd. Zo zou je het kunnen noemen, maar ja, nee, goed, Heusden is inderdaad is heel jammer, want Heusden was ook altijd heel gezellig. Maar ja, je moet op een gegeven moment keuzes maken en concessies doen. En jullie weten zeker dat Deurne en Helmond er helemaal uitlopen voor de Kennerimars? Daar gaan we in ieder geval wel heel hard aan werken, ja. En dat gaan we niet alleen doen, dat doen we ook samen met mensen in Deurne en Helmond. Ja. Hoe blij waren die? Nou, die waren behoorlijk blij, ja. Ja. Dus de mensen van de gemeente, dus wethouders, maar ook de horeca uiteraard en ook veel bewoners hebben heel, heel positief gereageerd. Ja. Ook een pluspunt denk ik dat er om 4 uur gewoon alles aan de kant is. En 4 uur 's middags op zondag, ja. Nou ja, goed, dan is het voor ons inderdaad wel het grootste werk zit er dan op, ja. Dat is ook een voordeel voor de organisatie vooral. Want jullie kunnen daarna nog iets meekrijgen van het feest? Dat hoop ik wel, ja. Het centrum zelf liep al jaren een beetje terug, hè, in zomer bij de start. Die leiden er niks onder?
Ik moet zeggen dat het is inderdaad wel eens minder geweest de afgelopen jaren. Laatste jaar vond ik het toch wel weer behoorlijk druk. Maar nee, hopelijk wordt het juist weer drukker nu. Dus wij denken dat de tijd fijner is, ook voor bezoekers om te komen kijken. En, ja. Want wij praten dus, goed, jij praat als marsleider, ik als van Sirius en wij kennen de nacht ook. En veel mensen kennen de nacht niet, hè? Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja, ja, zeker weten. Ja. En, zomer op zich, krijgt nou minder te bieden of meer? Zomer krijgt denk ik meer te bieden. Want zomer krijgt dus ook, behalve de start natuurlijk op zaterdagavond, een doorkomst nog op zondagochtend. En, want de 60 kilometer post, die voorheen altijd in Lierop was, ligt nu in Someren. Dus het is voor mensen, de meet and greet post die daar altijd was, die komt dus ook nu naar Someren. Dat biedt dus ook de mogelijkheid voor mensen om de wandelaars te ontmoeten bij de 60 kilometer posten, samen bijvoorbeeld wat te ontbijten en vervolgens naar de finish te gaan om de lopers daar ongeveer een x-aantal uur later weer te ontvangen. Zo'n parcours die denkt van waarom hebben ze dat gewoon geen jaar geleden verzonnen, want dat ligt er gewoon voor de hand. Nee, ja goed, ik denk de vorige route was ook mooi en ja goed, wat Geert ook al zei, die heeft 9 jaar gedaan, maar is denk ik wel op een gegeven moment, er zijn mensen er wel klaar mee. En wij hebben inderdaad deze route gekozen omdat we denken er heel veel mensen mee te trekken en dat het heel gezellig kan worden. Geert Lentzen, voorzitter van de Kennedy Mars, we staan hier in het gemeentehuis. Daar komt geen verandering in als jullie bij de volgende Kennedy Mars hier zijn. Nee, als het aan ons ligt niet. Al jarenlang is het gemeentebestuur onze gastheer. En wij kunnen jarenlang al gebruik maken van het gemeentehuis. Dat gebruiken we om sponsoren te ontvangen en wandelaars te ontvangen. En gewoon ook als werkruimte. Een nieuwe route komen we dadelijk op. Ik vind het nogal rigoureus, Geert. Nou, dat is toch rigoureus. Maar soms moet je je heilige huisjes omverwerpen om tot nieuwe inzichten te komen. En dat hebben we gedaan. En ja, de reacties zijn tot nu toe heel positief. Een voorzichtige stap of is dat gewoon in één keer boom? Nee, het valt te rijmen met het beleid waar we eigenlijk al jaren voeren. Vorig jaar zijn we gestart met het scannen. Nou, dat is al iets heel nieuws voor onze organisatie. En we zetten nu elk jaar een stapje verder. En volgend jaar is de route aan de beurt. En dan kunnen best nog andere zaken gaan volgen. Waarom moest dat in één keer zo veranderd worden? Wat was de reden? Nou, een route heeft een speciale houdbaarheidsdatum. En we hebben een enquête gehouden onder de wandelaars en daar hebben we uit kunnen concluderen dat een groot aantal wandelaars zeiden van nou verander die route maar eens. En als je dan toch die route aan het veranderen bent, doe dan ook iets met die tijd. En dat hebben we nou gedaan. Want 8 uur komt jullie beter uit? En de wandelaars ook? Nee, 8 uur is een uitdrukkelijke wens van de wandelaars. En natuurlijk gaan we dan kijken van nou oké, welke voordelen kan daar nog meer hebben? En ja, dan zie je daar ook we andere doelgroepen aan mensen kunnen trekken. Het is makkelijker voor ouders met jonge kinderen om te komen. Want die kinderen die gaan dan wel later naar bed en die kunnen dan toch hier komen. Ja, en we hopen ook de drukte van de mensen wat meer naar het dorp te trekken. Je hebt die beslissing genomen, 8 uur beginnen. Vraag je dan niet af van waarom hebben we eigenlijk al die tijd om 10 uur begonnen? Ja, goed. Die opmerking die is terecht. Alleen je ziet op een gegeven moment het evenement evolueren. En dan zie je toch van, hey, we moeten een stap gaan zetten om echt iets teweeg te brengen. En dan is een stap om 8 uur te gaan beginnen, is dan een grote stap. Maar ook een weldoordachte stap waar we unaniem over eens zijn.